deze video begint. Rustig, rustig. Het is een leuke video. Heb ik eens een belangrijke mededeling. Komende zondag geef ik samen met Vincent een masterclass in een meet and greet. Het begint om 13:30. Het gaat echt super gezellig worden. Wil je meer informatie hierover? Check dan op de website van Comuseum. Gaat leuk worden. Tot dan, hè? Hey, tot dan, hè? Veel plezier met kijken naar deze video. Jouw beste rondebonnetjes, daar ben ik weer. Zellig op jullie beeldscherm, ik heb nog nooit zelf genoten. Er is gisteren iets speciaals gebeurd. En ik weet gewoon niet of het nou echt of nep is. Funny TikTok memes compilation versie 11. Oh nee, heb ik het gemaakt als TikToker? Ik voel al dat ik een beetje ben uitgedroogd. Heeft er iemand water voor mij? Dankjewel Jen, ik had het nodig. Alsjeblieft. Ik weet dus niet of het echt of nep is. Nee, dat ben ik! Het is waar! Ik zit in een funny TikTok memes compilatie! Die trouwens bijna 1 miljoen keer is bekeken. Oeh, dat voelt fijn. Ik kan mijn eigen ogen niet geloven, maar het is toch waar. En om een beetje in die trance te blijven, ik vond laatst een leuke YouTube kanaal. Howard Lee. Deze dude uploadt verschillende soorten video's. Fun test, welke is echt? Laat trouwens achter in de reacties. Jullie moeten gezellig meedoen met mij. Heb ik nodig. Zijn jullie er klaar voor? Heb je er zin in? Jullie hebben er zin in, hè? Ik zie het wel. Lieg niet tegen mij. Dan is het nu tijd voor... Echt of nep? Welk snoepje is de neppe? Oh god. Dit is zonder grappen lastig. We zien hier voor ons verschillende soorten Reese's Pieces. En wij moeten proberen te raden welke een van deze Smarties een nep is. Ze zien er allemaal een beetje realistisch uit. Welke is nou de neppe? Dat is een goede vraag. Waarom zie ik het op dit moment nog niet? Ben ik nou dom? Laat achter in de reacties of jullie het goed hadden, hè? Misschien zie ik welke nep is. Ik zie namelijk hier één snoepje. Die heeft een beetje een andere kleur. En de schaduw is iets te donker vergeleken met de rest. Dus ik heb het gevoel dat dit snoepje hier nep is. Laten we kijken met z'n allen. Zeg dat ik gelijk heb. Hij gaat nu wegvegen. Ja! Oh, ik heb ook nog gelijk. Dit ene snoepje was fake. Dit is best wel frappant. Dit is best wel frappant als je zo realistisch kan tekenen. Ik kan ook heel realistisch tekenen hoor. We zien hier Pure Musk. Dat klinkt wel spannend. Ziet eruit als parfum. Maar de vraag is nu, welke is nou echt of welke is nou nep? Dit is echt pittig naar hoor. We gaan even onze kritische oog gebruiken. Rechter ziet wat meer uit als glas. En deze ziet er toch wel uit als getekend. Hoop ik tenminste. Zeg alsjeblieft dat ik het goed heb. Alsjeblieft. Ik heb het nodig. Ja, ik wist het! De linker inderdaad! Dit is zo knap gemaakt! Ik kan dat ook. Geloof mij, ik kan dit ook. Bij 5000 likes maak ik een tekenvideo. Volgende product! It's a me, Mario! We moeten weer eventjes goed kijken. Welke is nou de echte en welke is nou de nep? Ik moet toegeven, nu zie ik het wel meteen met mijn kritische oog. De rechter ziet er namelijk super erg getekend uit. Niet dat het erg is of zo. Hij doet het beter dan ik. De linker ziet wat meer uit als plastic. Aan de rechterkant zie je toch wel dat dit getekend is. Dus ik heb het gevoel. Laat achter in de reacties wat jullie denken. Dat de linker echt is en dat de rechter nep is. Drumroll alsjeblieft. En jou hoor. Oh my god, hij heeft dit zo netjes getekend ouwe. Dit is zo bizar. Ik kan dat ook. Mike en I. Wij moeten nu proberen te raden welke. Wat zijn dit eigenlijk? Ik zie sowieso al 1 neppe. En dat is deze oranje volgens mij. Ik weet het niet zeker. Ik heb het gevoel dat het nep is. Maar dat snoepje daaronder. Ik heb het gevoel dat die ook niet echt is. Dat die ook een rode kruis verdient. Of zou er nog 1 nep zijn? Ik ben zo erg benieuwd. Zeg dat ik gelijk heb. Wat? Nee! No joke! Dit zag ik echt niet aankomen. Achteraf zie ik wel dat deze hier nep is. Maar oh my god. Ik heb het fout. Rode kruis. Dit is echt bizar. Applausje. Applausje. Ik vind dit zo bizar. Welke is echt en welke is nep? We zien hier voor ons verschillende soorten Ninja Turtles. Dit is zo lastig. Welke is nou echt of welke is nou nep? Maar ik zie op dit moment gewoon echt niet welke nep is. Hier linksonder zien we een Ninja Turtle. Zien we een Ninja Turtle. Maar ik vind best wel dat die schaduw pittig erg getekend is. Hoop ik tenminste. Drumroll! Ik heb het gevoel... Ja, ik wist het! Oh! Welke is echt en welke is verf? Oh my god. Dit is zoveel snoep. Ze maken het niet makkelijk voor mij, hè? Het is echt dit is echt pittig. Echt. Maar ik moet weer raden welke verf is. Als ik moet gokken, denk ik toch dat het middelste eitje, dat de nep is. Maar ik weet het niet zeker, want het ziet er best wel uit als verf. Zeg alsjeblieft dat ik gelijk heb. Zeg alsjeblieft dat ik gelijk heb. Oké, hij pakt hem... Wacht eens even. Gaat hij die door midden snijden? Ik had zo'n gevoel dat het verf was.
Oh, het was ook het verf! Ja! Deze was oprecht lastig. Had jij het goed? Laat achter in de reacties, hè. Zeker weten doen. Als je dat niet doet, word ik boos. Welke is echt en welke is nep? Vandaag gaan we zo te zien naar de McDonald's. Wacht eens even. Het ziet er beide zo echt uit. Het ziet er zo echt uit. Maar één hiervan is nep. Ik denk dat de linker nep is, want het ziet er best wel geverfd eruit. Ik weet het niet zeker. Laten we onze vingers even kruisen. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Het handje komt erbij. Welk was nou echt? Wat? Ik had het fout. Nee. Deze is zo goed gemaakt. Oh my. Oh, hij heeft daar binnen ingetekend. Ik voel me zo geklikbait. Ik voel me zonder grappen zo erg geklikbait. We zien hier voor ons twee verschillende soorten pizza's. Maar de vraag is nu, welke is nou echt en welke is nou nep? Dit is weer zo'n tekening dat je het bijna echt totaal niet ziet. Ik zie het zonder grappen echt niet. Laat achter straks in de reacties of jullie het goed hadden, hè? Als ik een keuze moest maken, de rechter ziet er toch wat echter uit, wat meer vet. Maar de linker ook. Maar als ik een keuze moest maken, dan gaat mijn keuze toch wel naar de linker pizza. Ik heb het gevoel dat die nep is. Drumroll! Ja! Ik had het goed! Dit is zo knap. Zie hoe hij dit helemaal perfect tekent dan. Jullie hadden het fout, hè? Ik wil geen leugens in de reacties hebben. Vandaag is het serious business. Ik wil geen leugens van jullie zien. Als ik een leugen zie, moet ik boos, hoor. En mij wil je niet boos zien! Spot de neppen. We zien hier voor ons vier verschillende soorten PlayStation 4 spellen. Maar de vraag is nu, welke is nou echt en welke is nou nep? Waarom heb ik heel erg het gevoel dat The Last Guardian, dat die nep is? Drumroll! Kijk, wat? Nee! Oh, dit zag ik echt zonder grappen, dit. GG. Jullie hadden het ook fout, hè? Jullie dachten precies hetzelfde. Ik wil geen leugens zien, hè? Geen leugens in de reacties. Welke zijn echt en welke zijn nep? We zien hier voor ons vijf verschillende soorten... Denk dat springkanen? Ik zie het niet. Ik zie het zonder grappen echt niet. Ik heb zelf het gevoel dat deze hieronder, dat een nep is. Dat een neppe springkaan, krekel, wat het dan ook is. Dat een nep is. Laat het antwoord maar komen. Aantal bewegen al. Ik hou op linksonder, want ik heb het gevoel dat die nep is. Nope. Nee, die bewegen. Wat? Het was deze? Oh, natuurlijk. Als je heel goed kijkt zonder grappen en je kijkt in de schaduw, dan ziet het er getekend uit. Welke is echt en welke is nep? Krijg het een keertje anders te zien. We zien net tomato ketchup, appelsap, Nutella, fluff, yellow of red hot. Wij moeten nu proberen te raken. Welke is nou de nepper? Oh, deze is echt lastig. Ze maken het niet makkelijk voor ons, jongens. Nope. Als ik een keuze moest maken, dan heb ik het gevoel dat deze Red Hot Wings, dat de nep is. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Drumroll! We gaan het zien. Welke is de echte en welke is de neppe? Ik ben zo benieuwd. Wat? Liep die gast er nou voor? Oh my god! Het was de Nutella? Ik had zonder grap het gevoel dat die Nutella ook op het tafeltje stond. Dit is zo gemeen, hè? Dit is zo gemeen. Ik doe zo enorm mijn best. Ik word bepiepeld. We zien hier voor onze koelkast. Welke van deze producten zijn echt of nep? Ik zie het niet zo heel goed. Maar als ik eentje moet kiezen die er heel erg getekend uitziet, is het dit cola blikje. Voor mij is het ook nog echt zo. Ja, het is ook nog echt zo! Blijf knap, maar ik had het goed. Puntje voor mij! Jij miste geniaal. Grapje abonneren. Check zijn kanaal in de beschrijving beneden. Laat ook achter in de reacties welke jullie goed en fout hadden. Zeg mensen bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het echt leuk. Heb je deze video nog niet gezien? Zeker weten kijken. Abonneer hier in de video onder. Mwah. Masterpiece. Zeg mensen bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Peace.